Die gesprekken die ik met hem heb gevoerd, overigens niet alleen wat we op televisie hebben gezien, maar ook in juni zijn we in die gevangenis geweest en is er een gesprek geweest. Ook daarvan, het weerslag van die gesprekken, die zijn natuurlijk ook weergegeven in het boek. Hey. Hoe gaat het? De verdenkingen tegen Joran van der Sloot beheersen nu al 5 jaar het wereldnieuws. Als Joran van der Sloot dit jaar in juni wordt gearresteerd in Peru, besluiten Bert Huisjes en John van den Heuvel samen te gaan researchen en schrijven aan het nu verschenen Joran Moordmysteries. Het bijzondere aan dit boek is denk ik dat voor het eerst echt het hele complete verhaal vanaf mei 2005 tot op heden is opgetekend. Er is natuurlijk heel veel gepubliceerd over deze zaak. Er zijn televisieprogramma's over verschenen. Maar wat we hebben gedaan is toch proberen vanaf dat moment dat Natalie Holloway verdween, goed te omschrijven wat er de afgelopen 5 jaar rond Joran van der Sloot allemaal is gebeurd. Het volgens de auteurs krankzinnige verhaal van Van der Sloot bevat een aantal belangrijke momenten in zijn leven. Het overlijden van zijn vader is zo'n moment. Joran raakt hierdoor in een diepe crisis. Hij zat in Thailand, hij kwam terug, heeft dagen lopen huilen. En in die maanden daarna is hij in heel diep de depressie beland. En dat was eigenlijk de opmaat eigenlijk naar het hele misdrijf in Peru. Als Bert Huisjes en John van den Heuvel alle stukken en documenten over de onderzoeken naar Joran van der Sloot nalopen, merken ze dat er behoorlijk wat fouten zijn gemaakt. En dan blijkt niet alleen dat in het eerste onderzoek op Aruba veel fouten zijn gegaan, maar dat ook in het onderzoek in Peru, dat daar heel veel onwaarschijnlijkheden en een vreemde gang van zaken heeft plaatsgevonden. Soms ook hele merkwaardige fouten. Soms fouten waarvan je je afvraagt, is daar misschien sprake van opzet? En dan refereer ik even aan bijvoorbeeld de rol van de FBI in het hele verhaal. Maar ook de fouten die in het begin zijn gemaakt van rond de verdwijning van Natalie Holloway. De enorme clash die er toen is geweest eigenlijk tussen de politie op Aruba en de toenmalig minister van Justitie op Aruba, Rudy Cruz. Als je ziet hoe dat allemaal gelopen is en waar dat uiteindelijk allemaal toe heeft geleid, ja, dan is dat wel heel opmerkelijk. Zeker als je dat dan, zoals wij hebben gedaan in het kader van het boek, nog eens even heel goed tegen het licht houdt. En dan kun je ook wel constateren dat achteraf dat er heel veel leed voorkomen had kunnen worden. Zo heeft de Arubaanse psychiater Van Galen, die Joran heeft onderzocht, dit voorjaar al aan de bel getrokken. Dat er heel snel iets moest gebeuren met hem. Eigenlijk een gedwongen opname in de psychiatrische kliniek was absoluut noodzakelijk, omdat hij op een soort glijdende schaal zat, grote mentale problemen had. En die arts wel zoiets had van, nou, er moet nu iets gaan gebeuren, anders gaat het waarschijnlijk helemaal mis. Ja, en dan als je dan ziet dat hij op dat moment eigenlijk al volop in beeld is bij de FBI, zijn telefoon wordt afgeluisterd, hij wordt gevolgd, et cetera. En dan verschijnt er plotseling iemand ten tonele die hem naar Peru lokt. Dan zijn het toch wel allemaal hele bijzondere gebeurtenissen die, als je die naast elkaar legt en tegen elkaar afzet, daar toch ook wel weer heel veel nieuwe vragen oproept.